Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het vandaag voor de tweede keer over Nearstar hebben. Een bedrijf wat genoteerd is in Brussel, heeft een hoofdkantoor in Budel, Nederland. Dat is hier niet zo heel ver vandaan. Maar het bedrijf Nearstar heeft ook een hoofdkantoor in Zwitserland. Nou, dat is een wat ingewikkeld verhaal. En als je dat verhaal niet kent, dan kan je redelijk verward raken door dit alles. Ik heb er een video over gemaakt. Toen heb ik in die video al gezegd, ik weet niet van de hoed en de rand. Maar wat ik zie, ik ben niet zo enthousiast. Nou, de CEO van Nearstar, de directie van Nearstar, heeft de video ook gezien. En die hebben besloten mij een brief te sturen. En die brief ga ik een stukje van doornemen. False, misleading, deceptive commentary. Ze doen het in het Engels. Ik heb alles Nederlands gedaan, maar ze besluiten om het Engels terug te komen. Maar goed, dat is nogal niet wat. Daarmee geven ze aan hoe het wel zit, hè, volgens hun. Nou, dat is dan het punt even. Daar wil ik graag toch al over hebben, want dat is niet zo heel afwijkend van wat ik heb gezegd. Maar het zijn op details is het anders. Nearstar was succesvol geherstructureerd op 31 juli 2019. En daarna had Nearstar NV, dat is de beursnotering in Brussel, nog slechts een 2% passief aandeel in het bedrijf NN2 Newco Limited. En dat is de holding voor Nearstar Operating Group, of Smelters and Mines. En de andere 98% van de aandelen van NN2 Newco Limited en de Nearstar Operating Group is in eigendom van Trafigura Groep. En dat is een niet beursgenoteerde onderneming, volgens mij uit Amsterdam. De herstructurering was gedaan, is doorgevoerd voor het voordeel van alle stakeholders. Het bedrijf was blijkbaar bijna failliet, dat haal ik hier niet uit. En dat had nogal wat consequenties gehad als niet was besloten dat Trafigura 98% van de aandelen over zou nemen. Dat was eigenlijk nooit te doen, want de grootste aandeelhouder mocht maar 49% hebben, zover als dat ik had begrepen. Maar daar hebben ze dus van afgeweken om dus het bedrijf te redden. Wat prima is, hè? Maar daar gaat het mij niet over. Het gaat mij over de huidige beursnotering. Maar goed, dat even daar gelaten. Het bedrijf is doorgestart en op die manier. En Nearstar is dus nog steeds beursgenoteerd. En ja, daar gaan we dus nu eventjes naar kijken. Want ik ga naar Finance Yahoo, dat doe ik altijd. Nou, dan gaan we naar Finance Yahoo. En dan zien we Finance Yahoo, Nearstar, de Brusselse notering. En ik ben bij het profile. En dan zien we Nearstar.com daar staan. Met 9 employees. Nearstar.com, 9. Dit is wat Finance Yahoo doorgeeft. Als dat niet goed is, dan moet Nearstar niet bij mij zijn. Dan moeten ze bij Finance Yahoo zijn. Van jongens, dit is niet goed. Er is hier iets niet goed. Want gaan wij naar Nearstar.com, dan kom ik op een website waar een heleboel staat. Fantastisch verhaal. Over 150 jaar ervaring. En prachtig. En nergens iets over dat het maar 2% is. En dat is ernstig. Want ja, beleggers weten niet beter. Als jij niet uit België komt, want daar is die beursnotering, daar is het bericht erover in 2019 al geweest, dan word je hier dus behoorlijk op een verkeerd been gezet. Is dat mijn probleem? Ben ik dat? Nee, dat ben ik niet. Ik zeg er alleen iets over. Nou, en daar is de directie het dus niet mee eens. En ja, dat mag. Ik bedoel, maar erger nog, en dat neem ik eventjes ook nu even, dan ga ik even terug. Wat ze zeggen: we ask that you cease and desist publishing further videos concerning Nearstar NV. Kortom, de firma zegt tegen mij, wij willen niet dat jij nog ooit video's over ons maakt. En daar heb ik een probleem mee. Ja, dat zal misschien wel gek zijn dat ik een probleem mee heb. Maar wij hebben hier vrijheid van meningsuiting. Wij hebben hier persvrijheid. En ze zijn beursgenoteerd. Dus hoe haal je het in je hoofd om dan te zeggen, jij mag niet meer over ons publiceren. Ja, nou goed, dan geven ze aan,
We houden ons het recht voor om verdere acties te ondernemen. Wat dat ook is. Ja, hé, hey, wat moet ik nu? Zeg het maar. Ik ben iemand die video's maakt. De video over Neerstaan was door 568 mensen bekeken vanochtend. Hè? Dus het is niet zo dat ik hier een professionele partij ben die even heel Nederland en België vertelt over Neerstaan. Zo is het helaas niet. Ik zou het graag anders willen, maar zo is het helaas niet. Dus ik ben hier een hele kleine partij. Ik heb 2100 abonnees op het videokanaal. Dus dat is het probleem niet. Daar zit het er niet in. Maar ze zetten me nu eigenlijk in een hoek van, nou, we willen dat je de video weghaalt en je mag nooit meer over ons praten. Voor een beursgenoteerde onderneming, terwijl ik daar mee bezig ben. Dat kan dus niet. Dus ik kan niet anders dan dit doen. Toch? Ze dwingen me daar gewoon toe. Vind ik. Maar goed, nou, gaan we kijken in die brief die ik net even verwerkt heb, dan staat daarin van ja, maar je moet naar Neerstaar BE gaan. Oké, dat wist ik niet. En in Neerstaar BE, daar staat het wel. Nou, dan lijkt het mij verstandig als Neerstaar dat ze even naar Yahoo een briefje sturen van zouden jullie die URL die daar staat kunnen veranderen van .com naar .be. Dan hebben al die internationale beleggers die via Yahoo, en dat is een grote site, via Yahoo dus naar Neerstaan gaan, die krijgen wel de goede site voor zich. Het is maar een tip. Goed, nou, Neerstaan zelf, ik heb er al eerder over gezegd, het is een 2% belang in een bedrijf dat in 2019 op omvallen stond. Er is een putoptie, die is 20 miljoen waard, maar een putoptie is zoveel waard als degene die hem heeft verstrekt. Stel dat dit bedrijf toch weer in de problemen komt, dan moet je wel op tijd je putoptie verzilveren, want anders val je gewoon in een faillissement. Nou hoop ik van harte dat Neerstaar, het bedrijf daarboven, en weet ik veel, dat die het gaat redden. Dat zou fantastisch zijn, 4000 mensen hebben dan een baan, en helemaal goed. Dus maar stel je voor dat het toch weer slecht gaat. Ja, dan is die putoptie, is de vraag of ze die op tijd verzilveren. Op het moment dat ze hem verzilveren, gaat het bedrijf helemaal over de kop. Want ja, dan moeten ze ook nog eens een keer 20 miljoen ophoesten. Dus het is nogal link. Nou, en wat is die 2% waard? Ja, dat is dan maar de vraag wat het waard is. Want uiteindelijk is er maar één koper van die aandelen als ze ze kwijt willen. En dat is Trafigura. Ja, want die zou dan die laatste 2% moeten overnemen. En dan is de vraag wat die ervoor bieden. Want waarom zouden ze? Dat maakt hun niet uit. Nou, dan is dus het punt, van, dan blijft het op de beurs aanwezig. Dat is ook duur. Is dit bedrijf, is dit Neerstaar wat op beurs, de beurs van Brussel staat, is dat nog wel waard wat het nu waard is? Nou, ik heb daar mijn twijfels over. En dat is mijn mening. En daarmee is dit geen beleggingsadvies. En het is niet dat ik dit bedrijf daarmee zwart wil maken, maar het zag er niet goed uit als je verwijst naar .com, wat Yahoo dus deed. Maar ik vind überhaupt dat het niet echt een iets is wat mij aanspreekt, omdat het daar om 2% gaat. En het in 2019 nog ongelooflijk slechter mee ging, dat dus die hele herstructurering nodig was. Nou, dan kan de directie van Neerstaan kan er een probleem mee hebben. Prima, ja, dan wacht ik die verdere stappen wel af. Want ja, ik kan niet veel meer dan dat, vrees ik. Ik had het prettiger gevonden, slimmer gevonden, als de directie van Neerstaan had gezegd, zo, meneer Lassing, leuk dat u een video heeft gemaakt. We nodigen u uit in Budel om eens te komen praten. Of waar dan ook, maar om eens te komen praten. Want het is anders dan dat het gesteld is in die video. Nou, dan had ik mijn camera meegenomen, hadden ze dat kunnen uitleggen. En dan had ik graag die video verbeterd of veranderd. Nou, ik zal hem ook verbeteren. Laat duidelijk wat ik kan. Kan ik even. Ik wil geen fake news verzenden. Dat is het punt niet. Maar ik ga die video niet offline halen omdat dat moet. En ik ga niet meer video's over Neerstaan maken omdat hun dat niet willen. Ja, dat is toch duidelijk. Lijkt me. Maar het had dus heel anders kunnen worden gedaan. Zeker omdat ik maar een kleine partij ben. Maar ja, juist omdat ik die kleine partij ben, is het misschien wel iets dat ze dachten van, we zullen dat eens eventjes in de kiem smoren. Ja, en ik ben iemand, ik hou wel van een beetje azijn. Dus ja, je kan proberen met azijn vliegen te vangen. Ja, dan vang je wel de verkeerde vliegen. Dus ja,
Ik ga daar dus niet op in, op die brief. En met deze video laat ik dat duidelijk zijn. Maar ik hoop dat het ook anders kan. En dat ze zo slim zijn om het anders te doen. En ja, wat moet ik er nog meer over zeggen? Nou, voor alle anderen dan, behalve de Nerstar-directie, vond je het een interessante video? Geef een like. Heb je vragen, opmerkingen, weet je iets over het bedrijf? Zet het hieronder. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.